Ik sta hier met. Ik kan het ook gewoon fluisteren naar. Ik ben met. Dames en heren, welkom bij deze nieuwe video van Street Kings. De mannen van Street Kings gaat opnemen tegen een jong toptalent. Die speelt nu bij Lazio. We hebben Owen Wijndal, natuurlijk nu op dit moment de beste linksback van AZ, denk ik. En we hebben natuurlijk Deskunst, die toch een kanonskogel scoorde tegen jong PSV. Die komt nu in beeld. En dit is spits Deskunst. Met zo'n naam maak je geen intikkers. En we zijn weer terug. Dat is toch een mooie goal, hè, Dest? Ja, zeker. Blijf vooral kijken, want na deze uitzending gaan we iets fantastisch weggeven. Een gesigneerd shirt van deze mannen. Dat willen we natuurlijk allemaal hebben. Dus blijf vooral kijken naar deze waanzinnige video. We gaan naar het eerste onderdeel en dat is Tagball. Oké, we zijn hier bij onderdeel Tagball. Jongens, zijn jullie bekend met Tagball? Yes. Zeker weten. Ja. Oh, een keer gedaan al? Ja. Op de club hebben jullie toch zo'n Tagballtafel ook? Gaat het daar goed? Ja, zeker weten. Ja, spelen jullie best veel. Dus, en dan ben je altijd? Eigenlijk wel. Ja, Oké, als je twee keer stuitte, dan is het klaar. En als de bal het veld verlaat, dan is het ook klaar. En dan moet je eruit. En we spelen finale. En dat is tot de 3 punten. Rondje om de tafel. En we gaan beginnen. Nu wordt het lastig. Je wordt sprinten. Samenwerken, bro. Nu is het al de 3, ja. Oh, je gaat lekker, boys. My champ, bro. Oh! En we hebben een winnaar, dames en heren. De profvoetballers winnen. We gaan nu naar het echte werk. Dat is 3-3. We spelen 2 keer 7 minuten. En jongens, we houden respectvol. Het is nu straatbal. We spelen in het prachtige Kingsdome van Street Kings. Ja, en ik verwacht dat dit een waanzinnige pot wordt. Succes! Yes. Hey boys, hebben we nog een tactiek? Tactiek is gewoon onszelf zijn. Ja. Zijn we op ons best? Zeker weten. We zijn bij hun op bezoek, dus ik denk dat de druk eerder bij hun ligt dan bij ons. Zij mogen voor mij het spel maken en dan uiteindelijk winnen wij. En de winst telt. Alleen? De winst telt. Top. Boys, hebben we tactiek. Speel tegen toptalenten. Ja. Profvoetballers, wat is jullie tactiek? Gewoon scheuren, man. Gewoon trucjes doen. Man, spelen. Tactiek. Gewoon op een gevoel. Dit is ons pleintje, ons veldje. We zijn hier bijna iedere zondag. Dus wij gaan hier gewoon winnen, man. Absoluut. Jim? Ja, gewoon lekker voetballen en winnen gewoon. Lasse boys, kom op, hè. Kom op. We'll be right back.
Hoe vind je het gaan? Ja, het had beter gemoeten. Maar het zijn drie grote jongens. Als zij in die goal gaan, is het moeilijk om te scoren. Dus we hebben nu een nieuwe tactiek. Ik ga niet te hard zeggen voordat ze het horen. Maar gewoon zo snel mogelijk scoren. Man. Gewoon een mandje voorbij schieten. Dan moet het goed komen. Je zag het, we hebben de meeste balbezit. Ze hadden één geluk goal, maar tweede helft komt het goed, jongens. Nu moet jij het doen, hè? Ja, we moeten het doen, maar we moeten het doen. Gewoon scoren, afmaken. Jim, gaan we nog een mooie truc zien? Ja. Ik hoop het. Komt goed, komt goed. Efficiënt, hè? Moet je zijn. Ja, moet efficiënt zijn. Drie keer komen. Als we voorstaan, dan gaat die goaldoos gaat open en dan komt het goed. Okay, lekker, boys. Kom op, hè? Praat het, 1-0 voor? Dat was een goede eerste goal. Goede goal voor mij. Goede eerste helft voor ons ook. Zeker niet. Kijk, normaal zeg ik altijd, de wedstrijd duurt 90 minuten, maar deze wedstrijd duurt 14 minuten. Dus we hebben nog 7 minuten te spelen. Nog graag, Pikkie. Oh, dan gaan we nog een doelpje voor jou zien. Dat is wel de bedoeling, maar het is belangrijker voor mij dat we winnen. Dus als ik daarom niet score, vind ik het niet erg. Laatste helft, bro. We geven ze een beetje hoop. Je weet toch, 3-2. Maar nu is het klaar. Weet je, we gaan ze een beetje hoop geven, zodat ze weer terugkomen volgende keer. Maar nu wordt het samba. Let's go. Ja, jongens, jullie moeten toch echt bij jullie gaan staan. Ja, man, ik zeg eerlijk, ze hebben eerlijk gewonnen. Gefeliciteerd wel een beetje met die busparkeren, Mourinho-stijl. Zijn we ook echt gewend. Ik hoorde ook Pep Guardiola op de achtergrond. Pep. Ja, bijna wat een beetje bij jullie de lijn erop, een beetje achterin. Nee, zo wil ik het niet zien, maar ik denk dat we allemaal gewoon goed ons best deden. We wisten onze taken en dat is gewoon goed uitgevoerd. Ja. Dat zie je net, hè? 6-3. Nieuwe aan. Correct, hè? Jongens, zijn jullie er klaar voor? Ja, nee, gaan we meteen staan. De winnaars van gaan staan, man. Komt er zo'n muziekje onder? Hey!
Ja? Wanneer gaan we die revanche afspreken? Want, bro, zeg maar, bro, we zijn vrij. Dit is onze eerste dag, zo wat. Dus, ik zeg nu. Ik zeg, kom met een datum, dan gaan we het overleggen met mijn zaakwaarnemer. Ja, we gaan het verhaal. Ja, bro, ik wil eerste uitzending, boys, we kunnen niet zo op YouTube. Oké, okay, ja, is goed. Nee, revanche, ja? Bij deze afgesproken revanche. Revanche. Voelen andere clubs kunnen zich aanmelden voor een. FC Pakkie. Ja, voor een slaag. Voor een uitdaging. Dus, op street, ja, dj. Deze boys gaan afsluiten, komt ie. Like, subscribe, comment, deel, swipe. Alles. Laat zien, laat zien aan de wereld. Alles. Ja man. Down below. Winning team, always. Winning team. En wil jij dan dit shirtje winnen met alle handtekeningen van deze boys? Laat dan in de comments weten waarom jij dit prachtige shirtje wil winnen. En dan zien we jou volgende week. Winning! Marcus. Tuurlijk. Oh, een paar honderd, toch? Dat is goed. Ja, dat is honderden, man. Oh ja, heb je hem? Ja? Hoi, Clara, hoi! Honderden man! Dit team, hè? Plus achter u. Degene die verliest, moet zijn schoenen inleveren aan een andere team. En op je blote voeten uit. Ja? Ook goed. Ja, afgesproken. Klaar! Wil je meer video's van ons bekijken? Klik dan even hier. Wil je ook abonneren? Mag je die kant klikken?